Later. Nog steeds. Maar blijf. Huh? Wat je wel heel goed voor jezelf voor ogen moet houden, blijf wel bij jezelf en wat je zelf wil. Ja. Jij moet er een oké gevoel bij hebben. Ja. Nou, ik begrijp je situatie heel goed. Het is lastig. Ja, het is heel lastig. Het is heel dubbel of zo, ja. Ik weet niet. Ja. Ja? Ja? Maar ja, het is niet het eind van de wereld. Schrikken niet. Nee, maar ik weet wel dat wij hier zo diep in zitten in het hele gebeuren. Ja. Ja. Dat het wel zo voelt. En dat is ook oké. Ja, gisteren voelde het wel even zo. Dat ik dacht, hè? Wat moet ik nou? Dat dacht ik. Wat moet ik nou? En wie kan ik nou toe? En iedereen was druk. En Even kijken hoor. Heel logisch. Dat moet ook voor de tapas natuurlijk. Ja. Gisteren waren natuurlijk ook die foto's binnen. En toen ging ik even een mandarijntje pakken. En toen kwam Shell binnen. En toen riep Lex Shell om die foto's te kijken. Terwijl we met z'n drie aan het kijken. Dus toen ben ik ook gewoon weggelopen. Ja. Ga ik niet weg. Als ze met haar wil doen, prima. Dan kijk ik mijn foto's een paar uur later. Zo erg is het bij mij, hè? Ja. Ontwijken. Ja. Dat is het. Als ik zie dat ze naar de wc gaat, ga ik niet naar de wc. Ja. Dan wacht ik wel tot ze klaar is. Gewoon ontwijken. Ja. Ja. Maar dan vind ik het toch tof dat je naar me toe komt, weet je wel. En dat omdat we er allebei anders in staan. Natuurlijk. Ja. Dat ik blij voor je ben. Ja. Ja, tuurlijk. Het is ook niks persoonlijks. Nee. Wel naar haar toe dan, maar niet naar jullie. Zeker niet. Iedereen mag zijn eigen keuze maken. Ja. Maar ik begrijp wel dat je denkt, hé, daar zeg ik ook wel op. Ja. Absoluut. Ah, joh, wij zijn wel weer over. Maar je moet wel, het waait ook wel over, want het is wel handig om daar zo makkelijk over te denken. Maar aan de andere kant moet je het ook wel denken van, goh, hey, het is wel een reality check voor jezelf. Ook van, goh, dat het ook belangrijk is dat je duidelijk maakt hoe belangrijk bepaalde dingen voor jou zijn. Ja. Ja. Ja, ja. Maar goed, dat is ook verder aan jou. Kijk, als je kan ook zeggen, ik laat het los en er komt vanzelf een moment dat. En dan vertrouw ik erop. Ja, ik zie er niet meer naar huis gaan, maar. Nee? Ik denk dat dit de kans was. Dat denk ik. Ik denk dat er nog wel wat gaat veranderen binnenkort. Ja? Ja. Moet haast wel, toch? Ik hoop het niet. Veel te spannend zo op deze manier. Ja, oké. Okay. Het is nu weer spannend, hè? Ik wist hoe graag ik het wilde, weet je. Maar voor mij was het dan andere keuze. Ja, maar dat is ook prima. Ja, weet dat je. Echt, en ik heb 2 keer op hem gestemd, weet je. Omdat ik hem heel erg heb zien veranderen. Mm-hmm. In een hele korte periode natuurlijk. Weet je, als je eerst zegt, ja, ik moet die mensen echt niet. Yeah. En daarna bijna hand en hand dag en nacht met elkaar optrekt, weet je. Hij snapte dat trouwens niet, als je dat bedoelde, hè? Dat heb ik nog tegen hem gezegd. Oh. Hij had het over dat hij dacht dat het bij jou om stemmingen ging. Niet dat met gedragsverandering, dat niet. Maar hij dacht dat het ging om dat hij anders stemde dan dat hij zou willen. Oh, nee. Nee, maar dat was het gewoon, weet je. En dan zag je heel erg wat er gebeurde, weet je. Ja. En dan in één keer naar ons toe. Misschien dat zo was, weet je. En dan in één keer helemaal de taal de andere kant. En dan denk ik, ja, je moet wel dicht bij jezelf blijven, weet je. En dat is het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Weet je, je merkt gewoon dat hij gewoon heel erg bezig was alleen eigenlijk maar met... daar ben je niet voor hier. Ja. Vind ik. Ja, met de finale. Ja. Ja. Ja, en op een gegeven moment vond ik hem gewoon heel overheersend, weet je. En toen dacht ik, nee. Ja, als ik daar 2 stemmen op geef, weet je. Ja. 2 keer achter elkaar ook. Dan zou het heel raar zijn als ik nu denk, hey, andersom, weet je. Mm-hmm. Ja, dat is waar. Als er iemand anders gestaan had, had ik misschien heel anders gedaan. Ja, dat is waar. Maar spreek wel je eigen gevoel goed uit, weet je. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Nou, volgens mij heb ik wel meerdere keren gezegd dat ik... dat er 1 iemand is die ik al heel lang weg wil hebben. Dus ik denk dat dat wel voldoende is, maar... Ja, ik had het ook niet zien aankomen, heel eerlijk. Nee. Nee, ik dacht ook dat zeg je. Tot een moment daar niet. En toen zeker toen Meer als eerste de stift kreeg. Want bij Meer wist ik niet wat ze ging doen. Ja. Toen dacht ik, oké, Shell gaat nu naar huis. Weet je, dat had ik echt helemaal... totdat Brandon daar ging staan. Wat ik nog steeds niet helemaal... Thanks.
Nou, ik dacht wel van dat hij geswitcht zou zijn. Hè? Huh? Ja. Dacht je dat, ja? Ja. Yes. Er zit dan een waarheid in. Oh, ja. Ja, maar dat zit er toch al. Volgens mij is Shell te roken. Ja, maar dat is leuk om van haar te horen, maar het is toch. Maar zit Shell te roken? Soms schrijf je toch wel gewoon zoals je bent. Wat? Soms schrijf je toch ook gewoon wel zoals je bent. Soms wat? Zoals je soms bent. Wat is daarmee? Zo omschrijft ze je toch ook. Het is niet dat het helemaal uit de lucht. Ja, maar daar dus hebben we het nu. Het is niet leuk om van haar te horen. Nee, maar daar hebben we het nu toch helemaal niet over. Jij maakt het gelijk ook weer erger dan dat alles is. Het enige wat sorry hoor. Ja, jezus. Het enige wat ik probeer te zeggen is dat ze daarna de excuses aanbiedt en dat ze het allemaal niet meent. Ik weet het allemaal niet. Ze zegt alleen dat ze dronken is. Toen lag ik vannacht te denken. Toen dacht ik van, dat is gewoon bullshit eigenlijk. Dus je twee keer hetzelfde zegt als je lam bent, dan zit daar een kern van waarheid in. En dan denk je dus zo over mij. Maar ga dan ook je excuses niet aanbieden voor iets wat je wel vindt. Dat is prima. Ik ga in ieder geval met vandaag met te praten om te zeggen van, goh, hey, lieve meid, dat soort uitspraken niet. En alsjeblieft, als ik hoor dat iemand haar overhaalt om hier te blijven, dan word ik woest. Lekker wegwezen met zo'n eentje. Helemaal klaar mee. Ben je het helemaal zat? Ja, echt. Echt spuugzat. Ik wil de mensen ook niet meer aankijken. Ik kan niet met zulke mensen. Echt niet. Als ik ergens echt een pleurishekel aan heb, is schijnheiligheid achterbaks en liegen. En dat gebeurt allemaal recht voor mijn neus. Dat is trouwens niet bij Shell. Shell was aan het roken. Oh, ik hoorde allemaal stemmen in het huisje. Ik kom er net vandaan, ik ging mijn USB-stick pakken. Oh. Hoor je stemmen? Volgens mij Bren ook. Wat een takkenweer. Wat is het aan? Als het nu 2 weken lang duurt voordat we een brief krijgen, word ik niet goed. Ja? Ja. 2 weken lang. Dat is lang hoor. Mm. Nou, heel eerlijk. Dat het nu 2 keer in de week gaat, dan ga ik ook slecht op hoor. Zo. Ik ga daar echt slecht op. Het kan bijna niet. Nee, het is ook niet. We gaan echt niet beginnen. Het is gewoon de 20. Het is gewoon. Dit had niemand aan zien aankomen. En elke keer zien we het ongeveer wel aankomen wanneer het gaat gebeuren. Gewoon even spannend toch? Ja. Al ben ik weer misselijk. Dit zijn natuurlijk, dit soort weerwarren in je hoofd is natuurlijk reet interessant. Het is gewoon totale mindfuck. Is dat vriendschapsring? Oh, dus dat is ook goede vrienden. En jullie waren geïrriteerd toen Krommels lachen. Weet je nog, toen jullie nog gingen kopen? Ah ja. Vanmorgen ook de bij het opmaken maken. Zo, gezelligheid. Ja.